taki takuki na moro bigi sani na libidi taktewegi wekisi baka takomoro wegi omoro wekisi taktewegi wefriwiserefi takina gisoso emekiwigro troleki kan tri gi eno drailuku baka no aksi eno furuwakti tangi gi en vergiti takiyugengi mekia gisoso de wan prisiri ka prisiri de na iniki sondro fuyusuku a prisiri mekiwi kisi na iniki no soki na inikisi mek dentro wan ano mi taki aladisi mi leri fuyu grantani kompemati. U hoorde dichter Tjafuru, een neefje van grote Surinaamse dichter Robin Dobru Ravales. Tjafuru presenteerde het laatste gedicht van Dobru Grantangi vandaag bij de overdracht van een portret van Dobru aan de Robin Dobru Ravales Stichting. Het portret is geschonken door Natasha Knoppel, Art Galleries. Knoppel zegt dat het portret een donatie is aan de stichting, omdat zij in 2019 toestemming van de stichting kreeg om enkele gedichten van Dobru te gebruiken bij een kunsttentoonstelling in Nederland. Deze tentoonstelling ging over het waarderen van monumentale gebouwen, waaronder de Prasioso. De gedichten moesten toen meer diepgang geven aan de kunstwerken. Het portret krijgt een plek in de Dobru Osso, waar ook de overhandiging heeft plaatsgevonden. In dit huis heeft Dobru gewoond tot zijn overlijden in 1983. Ruto Ravales, ondervoorzitter van de Robin Dobru Ravales Stichting, zegt dat het huis door de jaren heen een mooie transformatie heeft doorgemaakt. Daarna hebben wij onze jeugd doorgebracht. Mama is hier oud geworden, de voorzitter van de stichting. Ik sta hier ook namens haar, Yvonne Ravales Resida. En het huis heeft een mooie transformatie gemaakt. We zijn van plan om hier mooie dingen te doen voor de creatieve mens in zijn algemeen. Ruto Ravales, ondervoorzitter van de Robin Dobru Ravales Stichting. Het portret is vervaardigd door de Surinaamse kunstenaar Giovanni Jona. Jona heeft zijn inspiratie gehaald uit het bekendste gedicht van Dobru, Wang Bong.